Nou, hier moeten wij in ieder geval nog zand op hoogte gaan brengen. Er komt hier voor het huisje komt een terras. Er komen nog wat kleine toestelletjes bij. Er komt een heg tussendoor. Ja, dat is wat er nog allemaal moet gaan gebeuren. Speeleiland. De speeltuin onderaan de Vlaardingerdijk wordt onder handen genomen. 3 maanden zitten de kinderen te wachten op de speeltuin en het kan ook nog even gaan duren. Maar volgens Wilco Nettenbreyer is het wachten waard. Hier hebben we een bouwtekening zeg maar, van het huisje, hoe het speeltuin eruit moet komen te zien. De toestellen die er nu zeg maar, staan, de boot en de klimtoren. Er komt nog een kleine klimtoren voor kleinere kinderen. Een schommel. Ja, ik vind het nog langzaam gaan, maar het kan niet sneller. We hebben een tijd stilgelegen omdat de vergunningen niet helemaal rond waren. Dus, en die zijn nu wel in orde. Dus sinds vorige week, dus in een week tijd hebben we het huisje neergezet. Vind ik het wel weer snel gaan. Maar er moet nog een hoop gebeuren. Hier heeft een aannemer een nieuwe klimtoren voor ons neergezet. Hier stond eerst een torenglijbaan. Hij moet hier zo de banden aanhelen en kunstgras erbij leggen. Ja, voor de kinderen is dit gewoon helemaal goud. Ze moeten er wel geloof ik iets voor betalen, 50 cent of een euro om hier binnen te komen. Maar ja, als ze ziet wat ze nu dadelijk allemaal ervoor gaan krijgen. Er kwamen dadelijk extra koppels bij om de terrassen neer te leggen, de laatste toestellen neer te zetten. Zo gaat het een beetje nu. Ja, hier moeten ook nog toestellen komen. Ze liggen eigenlijk al klaar in de pallets. Deze gaan wij zelf zetten. Het grote hebben we uitbesteed en dit kunnen we makkelijk zelf. Manuel staat om het hoekje en die doet onze speeltoestellen plaatsen. Dus hij is nu stukjes balk erop aan het zetten en kunnen we hem zo meteen tot bovenaan dichtmaken. Hoe lang het nog gaat duren durf ik echt geen tijdspad te geven. Echt niet. Blijf het volgen op het Facebook-pagina van het Speeleiland.